Kun je vertellen wat er vandaag te zien is? Nou, dit is de 12e keer dat de Sprookjestuin is. En er zijn nu 30 sprookjes hier opgesteld. En dat zit in een circuit die de kinderen lopen. En dan kunnen ze bij ieder sprookje vinden ze een letter. En daar krijgen ze een zinnetje wat ze op moeten lossen. En als ze dat hebben, dan krijgen ze limonade. En ja, dan is het afgelopen. En wie hebben dit gemaakt? Dit is door Anja en Mireille gemaakt. Al voor de 12e keer. En het is begon wat klein en het is ieder jaar groter geworden. En ieder jaar is er ook wat nieuws bij. Dat zijn kunstenaars hier uit de buurt, Anja Jonker en Marije Samuel. En hebben zij altijd de eer om de sprookjestuinen te maken? Want jullie hebben ook een wintersprookjestuin. Nou, in de winter hebben we een lichtjespad. Oh, een lichtjespad. En we krijgen aan het eind van de vakantie een beestjespad. Dan hebben ze allerlei beestjes, bijvoorbeeld zo'n grote miljoenpoot. En die loopt dan over de armen van de kinderen. En dan krijgen we in de herfstvakantie nog een kabouterpad. En in december nog een lichtjespad. De sprookjestuin. En ik vind 30 sprookjes, dat is best heel veel. Zijn er ook nog bepaalde sprookjes uitgelicht? Wat je veel hoort van de kinderen, wat ze het mooiste en het spannendste vinden, dat is het bootje. Nou, dat is de heen en weer wolf. En dan heb je de kapitein zit in het bootje. En dan gaan de kinderen heen en weer met het bootje. En dat wiebelt een beetje. Maar dat is van Annie M. G. Schmid, toch? De heen en weer wolf? Ja, het is niet allemaal sprookjes. We hebben ook Puk van de Pettenflat hier. En ook andere dingen. Maar dat noemen we moderne sprookjes. Wat is dan het meest in het oog springend naast het bootje? Ik vind het bijvoorbeeld het kleine wezentjes vind ik heel mooi wat die in de kas zitten. Dat vind ik zelf mooi. En wat ik ook heel prachtig vind, is Anita die in het prieeltje zit. Die verhalen vertelt over het lieve heersbeestje met de spikkels. Anja, je bent een van de twee kunstenaars die gestalte heeft gegeven aan al deze sprookjes. Toen ik hier kwam wonen, ik ben namelijk de buurvrouw van deze tuin. Toen had de coördinator een speurtochtje in gedachten. Maar ik zei ja, ik wil heel graag helpen en vrijwilliger zijn bij de tuin. Maar ik vind het wel leuk om er mijn eigen draai aan te geven. En ik ben kunstenaar. Dus als het dan iets meer mag zijn als een speurtocht. En zo zijn al deze beelden ontstaan. Eerst waren het er maar 8. En toen kwam Marije erbij. Toen hadden we er 10. En nu zijn er wel 30 sprookjes. Jullie maken het samen? Een deel maken we samen, maar we hebben ook wel allebei onze eigen stijl. Dus ik ben eigenlijk beeldhouwer in hout. En ik vind het ook leuk als de kinderen kennis maken met echte kunst. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een houten beeld en die moeten ze dan zoeken. En wat ik ook heel belangrijk vind, is dat we er spelletjes bij bedenken waardoor de kinderen actief meedoen met het sprookje. En waardoor het sprookje gaat leven. Ik vond het vooral heel leuk om Pluk van de Pettenflat gestalte te geven. Dus dat is het sprookje waar het bootje vaart en het autootje staat. Nou is dat natuurlijk eigenlijk geen sprookje, maar een verhaal. Ik ben echt een fan van Annie M. G. Schmid. En dat verhaal van Puk van de Pettenflat en de Torteltuin, dat is eigenlijk ook het verhaal van deze tuin. Want dit zou ook een busstation of parkeerplaats worden. En in Puk van de Pettenflat, daar is het ook zo dat de kinderen die beschermen de tuin. En die zorgen dat het een plekje blijft voor al hun dierenvriendjes. En dat vond ik zo'n mooi thema van Annie M. G. Schmid. Dus dat hebben we hier ook vertaald. Marije, jij hebt hier ook het een en ander gemaakt. Kun je daar wat over vertellen? Nou, hier in de tuin werk ik dus samen met Anja. En we hebben een aantal sprookjes samen gemaakt. En er zijn ook een heleboel sprookjes die ik zelf heb gemaakt. Mijn werk is altijd ietsjes kleiner en wat fijner en vaak ook overdekt. Dus hier hebben we bijvoorbeeld de elfjes hangen. En die zijn gemaakt van klei en met een filter cocon. Mijn sprookjes zijn net als Anja ook altijd interactief met de kinderen. Dus we hebben altijd wel iets waardoor ze zelf die beleving kunnen deelnemen. Dus hier kunnen ze een vlinder worden. Bij de prinses op de ert moeten ze de ert zoeken. Bij Rapunzel de haren vlechten. En op die manier laten we de kinderen deelnemen en de sprookjes ervaren. En ik ben natuurlijk zelf ook onderdeel van dit sprookje door mijn... Vlinder Annex 11 van je pak.
En wij lopen zo rond door de tuin en de kinderen worden daar heel blij van. En ja, zijn verwonderd. Soms geef ik iemand even een elfenkus of een knuffel. Het is ontzettend druk, hè? Het is heel druk. En de eerste twee dagen was met name de ochtend heel druk en de middag wat minder. En vandaag is het ook echt, vandaag is het top. Daarom werken we ook met een reserveringssysteem, om dat een beetje, ja, te kunnen spreiden. Te spreiden, waardoor je het kan bemannen. Want het zijn allemaal vrijwilligers, hè, die dit doen. Ja, dit is allemaal vrijwilligerswerk. De tuin heeft een kleine 50 vrijwilligers die het allemaal opzetten en alle evenementen doen. En ik ben zelf ook vrijwilliger. Dus zo is dat. Echt helemaal te gek. Hoe komen jullie aan deze sound? Wauw. Ja, nou, ik ben begonnen met... ik ben producer eigenlijk. Dus ik breng liedjes uit op Spotify en zo. En ik maakte wat dingen. En toen hoorde ik hem spelen. En toen dacht ik moet met hem samen dingen doen. En nu maken we ook samen muziek. Dus nu is het eigenlijk volledig ons ding samen, toch? Ik moet het vasthouden. Ja, dat ben ik eens. Maar jullie hebben een hele specifieke eigen geluid. Jullie klinken alsof er heel veel muzikanten staan, vind ik. En dan ga je kijken en denk je, oh, er staan er maar twee. Dat is best heel knap. Ja, nou, zoals je zag, ik heb een drumstel mee. Ja. Dat is al genoeg werk. Maar hij heeft ook echt van alles en nog wat mee. Dus we doen ook inderdaad live looping. En we hebben ook liedjes waarbij er wat meer ergens anders vandaan komt. En jij zingt er ook bij? Ja, heel af en toe. Meer omdat ik er heel veel zin in heb. Ja. Er is al iemand die dan op dat scherm staat, die je dan al misschien hebt gezien zingen. Ja. Maar ik vind het soms gewoon heel leuk om mee te zingen. Ja, precies. Nou, als je het heel leuk vindt, dan mag het toch altijd? Of als je het heel leuk vindt, dan moet het natuurlijk op een gegeven moment ook eruit, of niet soms? Ja, kijk, ik vind het ook heel leuk om aan de knopjes te draaien, net zoals Sascha. Oh ja. Maar als ik dat ga doen, dan kan ik niet drummen, dan hebben we dat probleem meer. Hoe komen jullie nou op het idee om zulke muziek te gaan maken? Wauw, ja, dat is echt iets intrinsieks. Zo komt het eruit. Ja. Dat is niet iets wat ik kies. Nee, zo gaat zo het komt gewoon. Het gewoon. Ja, dit is waar we zin in hebben, of wat ik voel, en dan maken we het. Het meeste, kijk, we hebben ook een scherm mee en daar worden dan de gastartiesten op ingebeld, zeg maar. En vandaar dat het ook wat meer klinkt. Op ingebeld, zeg je dat nou? Ja. Oh, echt? Ja. Is dat, nou, dat is toch niet een corona-perikel nog? Dat is wel eigenlijk, ik had het eigenlijk al bedacht, net voordat corona begon. Dus dat is ideaal eigenlijk. Dus er hebben hier allemaal mensen meegespeeld vanaf een inbel. Ja, laten we dat maar zeggen, ja. Laten we dat maar zo noemen, ja. Hoe bedoel je? Ja, gewoon. Nou ja, het is meer dat, wij zijn er met z'n tweeën. We kunnen ons heel goed vermaken met wat we meenemen en wat we doen. Maar het is ook gewoon heel leuk om met andere mensen samen te werken. Ja, zeker. Want we zijn maar met z'n tweeën. Ja. Voor rijden heel praktisch. Maar voor muziek maken is het ook leuk om wat andere invloeden te hebben. En daarom werken we ook samen met andere gastvocalisten eigenlijk. Ja, lijkt me te gek. Ik stel nou dat ik zeg, jullie staan binnenkort op een groot podium. Op welk podium zouden jullie het liefst willen staan als eerste? Maar ik denk, ik denk Lowlands, toch? Lowlands? Ja, Lowlands is wel leuk. Dat is wel onze plek. Ik denk dat Pinkpop later wel, als we misschien wat meer bekendheid hebben opgebouwd, dat wel leuk is. Ik zou ook wel zeggen, het lijkt me ook wel leuk om gewoon iets van, als Paradiso wil ik altijd nog een keer spelen, maar gewoon iets kleiner, wat intiemer. If the moon and the sun and the why and the size all combined, what if they came together, why would I? Why would I still try?
nummer waar je van zei dat je dat zelf hebt geschreven, vond ik persoonlijk heel erg mooi. Het gaat een beetje dat je een beetje sad bent en dat sommige mensen om je heen je het moeilijk maken, het leven. Maar dat je gewoon bij jezelf moet blijven en je bij jezelf gewoon de strength eruit moet halen, zeg maar. Ja, het gaat heel goed. We zijn heel tevreden nu al. We zijn net begonnen en het park loopt al aardig goed vol. Wat spreek je van de act eigenlijk het meest aan? Of waar verwachten jullie het meest succes mee? Ja, we zijn heel rustig begonnen met singer-songwriters. En we bouwen het langzaam op naar het ietsje steviger werk via dance, punkbands, rockbands. Gaan we uiteindelijk door naar dance. Dus het is van alles wat. Voor iedereen wat, voor elk wat wils. Hebben jullie ook nog andere dingen die voor kinderen leuk zijn? Of voor volwassen mensen? Ja, we hebben bij Atelier Brigitta kun je zelf papier maken. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een lekker ijsje erbij. Of een stroopwafel of een lekker patatje. Dus ik kan wel lekker bij die foodtrucks ook nog halen. En natuurlijk ook gewoon genieten van het weer. A true father doesn't lay down the law. He convinces his child of its virtues. And every father makes mistakes. A true father doesn't have to say he's sorry for them. Ik hoorde je net singer-songwriter, popmuziek maken, denk ik. Wat vind jij zelf dat het is? Pop zal ik het niet noemen, het is meer van de tak van folkmuziek. Hoe zeg je, sorry? Folk. En er staan wel Leonard Cohen en Bob Dylan. Hij heeft zijn origine traditioneel in Ierland, maar is overgevlogen in de jaren 60 naar Groot-Brittannië als geheel en als Amerika. En ook Canada, een beetje overal. Ik zit een beetje in die traditie, maar het heeft wat afstand van popmuziek. Ik ga zo hard, want ik zit in een auto en iedereen hoort mijn muziek. Handschoenen aan en een lekker gasjaaltje. Je borsten bouncen op de beat. De weg is lang en er zit vol Diepstraat, wethouder sport van de gemeente Velsen. U heeft net het circus geopend, zeg maar. Wat een feest is dat gelijk, hè? Het is een enorm feest. We hebben zomerpret geopend zojuist. De activiteiten die de hele zomer plaatsvinden voor de kinderen in de gemeente Velsen. Wat is het belang? Deze activiteiten zijn heel belangrijk. We hebben dat ooit opgezet in coronatijd. Toen eigenlijk kinderen niet op vakantie konden en dat was zo succesvol dat we na coronatijd hebben besloten om het een vervolg te geven. Met name voor kinderen die gewoon gedurende de zomervakantie niet op vakantie kunnen. De gemeente financiert de activiteiten. Dit jaar organiseert Stichting Welzijn Velsen de activiteiten. Die heeft heel veel ervaring, ook heel veel contact met veel kinderen. Dus die organiseren dit keer de activiteiten. Jij bent van Zomerpret Velsen. Ja. Dat straal je nu al uit. Dankjewel, dankjewel. Zomerpret Velsen dat wordt georganiseerd namens de gemeente Velsen. En ik mag dit coördineren.
Ikzelf ben van Wels en Velsen. Met 17 verschillende organisaties organiseren wij allerlei activiteiten in de gemeente Velsen. Dus in Zandpoort, in Velsen-Noord, in Ermuiden, Velsenbroek, alle plaatsen komen aan bod. Maar dat zijn allemaal leuke activiteiten. Welke? Noem er een paar op. Het Havenmuseum doet bijvoorbeeld mee met een matrozenspeurtocht. Dansen, zingen, theater. Dus dat is ook heel leuk. Gemeente Velsen financiert dit, want alle activiteiten zijn gratis voor de kinderen. Het is dit jaar voor de vierde keer en het is zeker de bedoeling dat we dit voort gaan zetten, ja. Jij bent al bijna een volleerd artieste. Ja, we hebben dat ding ook op school, dus dat doe ik ook vaak. Oh, dat kan je wel zien, want je kan aardig al een eind rijden. Ja. Hoe vind je het hier? Leuk. Ja? Wat vind je er zo leuk aan? Nou, er zijn meerdere dingen die je kan doen en het is niet dat er gewoon één ding is, dus... Doe je al meer mee met andere activiteiten? Nou, ik ga ook wel verschillende dingen doen, dus niet alleen één ding. Hé Lin, wat heb jij een prachtige regenboog op je voorhoofd. Heb je dat zelf gewild? Ja. Waarom? Omdat ik dat leuk vind. Want een regenboog heeft prachtige kleuren. En dan ben je nog mooier als dat je al bent. Hoe vind je het? Leuk. En ga je de hele dag met deze mooie tekening op je gezicht blijven lopen? Ja. Oh, dan word je een levende tentoonstelling. Ja. Oké, okay, nou heel veel plezier vandaag. Jij ook. Leuk is het. Zo Boas, jij kan al goed met het racket overweg. Hoe komt dat? Ben je al een beetje ervaren? Ja. Hoezo? Weet ik niet. Heb je het al vaker gedaan? Ja. Waar? Brulboei. De Brulboei. Oké, okay. En wat doe je dan daar? Ook een circus. Het is bijna hetzelfde. En wat vind je zo leuk om hier te zijn? Een spelletje spelen, springkussen, oefenen. Die hoort erbij die dan. Best wel moeilijk, hè? Best wel moeilijk, zeker weten. Doe je het voor het eerst? Nee, als kind heb ik het ook gedaan. Oh, nou, dat is een kwestie van... Wat zeg je? Ik wil het proberen. Nee, ik praat er liever over. Oh. Nou, veel succes. Ja, dank u wel. Lydia Moreira, veel succes verder. Dank je wel. Goedemorgen op deze open dag brandweer Beverwijk. Ja, goedemorgen. Ik wist niet dat jullie op de wijk aan Duinenweg zaten. Ik dacht dat het altijd Marlo terrein was. Nou, dat klopt. Dat is een veel gehoord is dat. Dat klopt. Wij hebben een post op de Beverwijk West aan de wijk aan Duinenweg 4. En ja, wij zijn misschien wat minder bekend omdat wij overdag niet in dienst staan en hier niet altijd een dagbezetting is. En wij zijn ook in dienst eigenlijk tussen 5:30 en 7:30. Dus vooral de avond, nacht en weekend dat wij hier al uitdrukken. En wat willen jullie bereiken met deze open dag? Ja, de open dag is natuurlijk vooral de kenbaarheid van de post. Dus dat wij hier de brandweerdekking in Beverwijk en omstreken verzorgen. En dus vooral gericht op het aantrekken van nieuwe vrijwilligers, nieuwe collega's. Oké, en die nieuwe vrijwilligers... Wat zijn de vereisten om vrijwilliger te worden? Nou, je kunt je aanmelden als je tussen de 18 en ongeveer 40 jaar bent. Fysiek goed en mentaal ook in orde bent. En dan kun je melden bij ons. Dan gaan we een gesprek met je aan en kijken of je ook vooral past in de groep. Of je in de buurt woont. En als dat allemaal klikt en je hebt er zin in, dan gaan we een opleidingstraject met je starten. En dat opleidingstraject, wat houdt dat in? Gaat daar veel tijd in zitten? Ja, dat opleidingstraject dat bestaat uit een opleiding van ongeveer 2 jaar. Waarbij we je 1 avond in de week, zowel op theorie als in de praktijk, gaan opleiden tot volwaardig brandweerman-manschap.
En dat wil zeggen dat je na die 2 jaar ook volwaardig manschap bent en dus achterin de auto mee kunt om de brandweertaken uit te voeren. En ja, wat zijn de rollen? Wat kan je hier allemaal worden behalve brandweerman? Ja, jullie ook chauffeurs, nou, receptie? Ja, precies, hè. Je begint bij ons altijd als manschap. Dat wil zeggen dat je achterin de auto taken vervult als brandweerman. En gaandeweg je carrière kun je dat aanvullen met bijvoorbeeld brandweerchauffeur. Waarin je inderdaad de chauffeur van de tankautospuit kunt zijn. Je kunt opgeleid worden tot bevelvoerder. Dat wil zeggen dat je de leidinggevende bent van de eerste auto die ter plaatse van de auto waar je op zit. De leidinggevende bent. We zoeken chauffeurs voor bijvoorbeeld specialistische voertuigen zoals een waterwagen of het grootwatertransport. Je kunt ook nog opgeleid worden tot een verkenningseenheid waarbij je vooral op het gebied van gevaarlijke stoffen ook op pad kunt sturen om metingen uit te voeren in de omtrek bij bijvoorbeeld een grote brand. En hoe kunnen de mensen zich aanmelden? Mensen kunnen zich aanmelden via brandweer.nl/Beverwijk West. En ook hier op locatie kunnen ze even bij mij hun contactgegevens achterlaten en dan nemen we contact op. En wat zijn nou de uitdagingen in dit vak? Wat is het leukste wat je meegemaakt hebt? Nou, ik denk het leukste wat we meegemaakt hebben, dat heeft niet zozeer wat met het vak te maken, maar dat heeft vooral met het familiegevoel te maken wat de brandweer heet. Wat je merkt is dat wij een hele hechte groep mensen, collega's en ook wel vrienden zijn. En dat het eigenlijk het mooiste is wat je meekrijgt bij de brandweer. Want je maakt ook wel wat narigheid mee natuurlijk. Ja, we maken ook wat narigheid mee. En het, van auto-ongevallen tot slachtoffers bij brand. Gelukkig hebben we daar ook een bedrijfsopvangteam bij en praten we daar heel veel over. Zodat we daar ook goed mee kunnen omgaan in de toekomst. Dat hoort een beetje bij het vak. Qua leuke inzetten. We hebben onlangs ook wel eens iemand geholpen die is net bevallen. En die helpen we dan met naar beneden tillen, omdat ze toch naar het ziekenhuis moeten. Dus ja, hartstikke leuk. Jij bent coördinator van de jeugdbrandweer. Dat klopt, ik ben coördinator van de jeugdbrandweer. Wat kan je daarover vertellen? Nou, de jeugdbrandweer is een onderdeel van de brandweer. Waarbij jongeren van 12 tot 18 jaar een vooropleiding krijgen voor de brandweer. Hierbij leren we ze alles over het brandweervak en de veiligheid en het samenwerken. En zo hopen we ze de maatschappij in te laten gaan met vaardigheden die ze de rest van hun leven bijdrijven. En met een beetje geluk ook ze zelf bij de brandweer te krijgen. En hoeveel jeugdigen zeg maar, zijn er nu bij de brandweer? Nou, op dit moment hebben wij 12 leden bij de jeugdbrandweer zitten. En we hebben ruimte voor 14 man, dus daar zijn we nu heel blij mee. Maar we hebben nog steeds plek voor een paar mensen meer. En blijven er dan later veel hangen bij de brandweer? Worden die professional? Nou ja, er stroomt ongeveer 1 op de 3 stroom door. 1 op de 3? Ja, die stromen daadwerkelijk door. De rest die hebben dan of geen interesse of komt net privé niet goed uit met de opleiding en dergelijke. Maar die komen vaak later ook wel weer een keertje aankloppen omdat ze toch missen. Ja, het is een soort scouting, maar dan toch ja, iets anders. Nou ja, we hebben wel heel veel gemeen met de scouting. Want ook heel veel jongens die bij ons komen hebben een achtergrond bij de scouting. Maar toch net iets anders. We zijn uiteindelijk wel 1 grote familie, 1 groot team die alles samen doet. En dat is toch ook wel weer heel mooi. Ja, dat is wel kenmerkend voor de brandweer. Dat heb ik net van de brandchef ook begrepen. Dat de samenhorigheid is erg groot. Ja, en dat begint dus ook al bij de jeugd. Hè. Dat is nu ook een club die wekelijks samen traint, voorbereidt voor wedstrijden en oefeningen. Maar ook op dagen zoals vandaag bij het hele korps meehelpen voor een inzet. Nou, mooi streven. Stars.
Jones is here to blow your mind. We're gonna leave our stress behind. We're gonna dance the day away. Venus Tunes is here to blow your mind. You're gonna leave your stress behind. We're gonna dance the night away. PWN is prominent aanwezig hier vandaag. Waarom is het voor jullie belangrijk om hier op dit festival te staan? Ja, Marquette hoort sowieso ook bij ons natuurlijk qua beheer. En we vinden het belangrijk hier te staan om ons verhaal te vertellen met betrekking tot natuur en water. PWN, puur water, natuur. En natuur is natuurlijk een essentieel onderdeel daarvan, samen met water. Ja. Nee, dus daarom staan we hier. Ja, want zijn jullie bijvoorbeeld ook een beetje bang voor de toekomst als er niet goed gekeken wordt naar hoe we met water omgaan in de toekomst? Bang is een groot woord, maar we zijn er wel heel scherp op. Het is super belangrijk voor ons, zeker als drinkwaterbedrijf, dat wij schone bronnen, schone natuur houden om drinkwater te kunnen leveren. En dat wordt natuurlijk wel steeds moeilijker. Zoals je ook met de storm hebt gezien, hè, er is een hoop gaande gewoon, ook met de droogte. Dus er gebeurt heel veel. Dus het is belangrijk dat wij er bovenop zitten en ons best proberen te doen met van alles eigenlijk. Op welke wijze kunnen mensen die dat belang ook inzien jullie steunen? Dat is een goede vraag. Ik denk een stuk bewustwording vooral. Dat elk handelen telt. Dat je bewust bent van waar koop je, wat doe je. Maar bijvoorbeeld ook qua gezondheid. Hè, lekker veel naar buiten, van de natuur genieten. Beseffen hoe belangrijk het is. Het is niet vanzelfsprekend dat er zomaar schoon drinkwater uit de kraan komt. Dus er gaat natuurlijk een heel proces aan vooraf. John, kun je vertellen wat je hier doet vandaag? Jazeker, ik sta hier met een kraampje en dat gaat over de kunstcollectie die tijdens de oorlogsjaren in het duin van Castricum in Heemskerk heeft gelegen. Dat is onder andere de nachtwacht geweest in Castricum en in Heemskerk. En de complete collectie van Vincent van Gogh, die heb hier ook gehangen. Dat was een schuilplek voor kunst van het Stedelijk en het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum had twee schuilkelders in Heemskerk. En het Stedelijk Museum had een schuilkelder in Castricum. En daar lag echt crème de la crème van de Nederlandse kunst. Wat is de functie van deze fantastische schapen hier in dit gebied? De schapen die hier lopen, die worden vooral gebruikt in de duinen hier in Heemskerk. Om de begrazing te doen voor het PWN. Dus daar begrazen we tussen Wijkenzee en Castricum. Wat komt erbij kijken om zo'n kudde te houden? Nou, veel. Vroeger dacht ik neem een kapotte schapen. Maar het is echt veel werk. Maar
zeg maar, zoals van de zomer dan lopen ze vrij door de duinen en verplaatsen ze af en toe. Maar tussendoor moeten er hoefjes gekapt worden, beesten moeten gecontroleerd worden, er moeten ziektes voorkomen worden. En die, nou voor de rest zijn ze wel redelijk zelfstandig hoor. Ze kunnen echt flink door de duinen heen in de eentje. Zeg maar als ik zo dat schouwspel zie met die kleine, behendige, prachtige honden en dan de schapen, dan vergt ook flink wat training, neem ik aan. Ja, de border collie die drijft vanaf pup al schaapjes uit zichzelf. Maar de training duurt 2 jaar en dan kan je echt met ze werken. En dan worden ze ook in duin gebruikt om de schapen echt te verplaatsen van A naar B en van B naar C. Hè. Dus dat scheelt een heleboel kilometers lopen voor ons. En, waar komen de honden vandaan? Dat verschilt. Mijn eigen hond die komt uit Ierland. De honden die hier nu gebruikt worden komen uit Schotland. Maar er zijn ook honden die gewoon uit Nederland komen. Hoor. En een vriend van mij heeft een border collie, die komt gewoon hier uit Heemskerk. Dus En die honden zijn van u? Ja. Van ja. U zelf? Ja, van de mensen zelf. Dus het zijn allemaal vrijwilligers van Stichting Cross Hill. Dat hoort bij Gastrij Kruisberg. Van Stichting wat zegt u? Stichting Cross Hill. En dat hoort bij de Gastrij Kruisberg. En daar hebben we een aantal vrijwilligers die dit werk doen. En die hebben allemaal hun eigen honden. Moet u zelf ook getraind worden? Jazeker. Dat is therapie voor mij. Als ik een beetje rustig moet zijn dan moet, voor die schapen, moet je echt heel rustig zijn. En als ik in mijn trainersmodus zit, ik sta verhalen te vertellen, kan ik niet met de schapen werken. Dat is inderdaad, word er heel rustig van. Ja, oké. Maar ondergaat u zelf ook een training om dit te kunnen? Om te kunnen doen, jazeker. Ja. Nou, ik ben voor de verzorger van de schapen keurig opgeleid door de eigenaar van de gasterij. Maar bij de hondentraining, als je eigen hond traint, word je vooral getraind. Die hond die doet het wel. Convinces his child of its virtues, and every father makes mistakes. A true father doesn't have to say he's sorry for them. Zo hard, want ik zit in een auto en iedereen op mijn muziek. Handschoenen aan en een lekker gasjaaltje, je borsten bouncen op de beat. De weg is lang en hij zit vol met meeuwen.